dan kom je daar als toerist, argeloze toerist, en je wordt al gauw in die gekte meegesleurd. Maar dat is omdat je het verhaal erachter niet kent. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb die olifanten ook gedaan. Weet je wat mijn overtuiging was? Ik bedoel, pas later kwam ik af van, oh ja, nee, wat dom van mij eigenlijk. Ik heb altijd gedacht, ja, een dier als een olifant krijg je met dwang nooit zo ver. Precies. En ik dacht, een olifant is zo intelligent en zo krachtig, maar met name mentaal zo sterk, dat je wel goed voor hem moet zijn, wil hij iets voor jou doen. Ja, wat een mooie gedachte. En dat is dus echt dom. Nou, nee, zeg maar jou, hoor. Ja, zeg maar ja. Nee, ik vind het een prachtige gedachte. Omdat je daarmee eigenlijk die olifant ook eert voor wat het dier is. Ja, maar het klopt niet. Nee, want wat blijkt, ze worden inderdaad geestelijk en lichamelijk gemarteld. Die ziel, die hardheid, de grootsheid van de olifant moet gebroken worden. Dat is bijna een soort... Met deze haken. Die haken. Ik heb bij zo'n mahout, dat zijn die olifantenverzorgers, gestaan. En ik heb zo eventjes ook geïnformeerd naar die haken. En toen zei ik, is dat nou scherp? Kijk even wat hij doet. Tak. Oh, het is niet te geloven. Wauw. Het is vlijmscherp, die haak. En die haken, daar worden ze al mee behandeld als kleine olifantjes die je hier ook... overigens ook weer geketend aan de moeder vast ziet lopen. Dus ze zijn geestelijk al kapot gemaakt, zodat als... ze niet meer hun kracht niet gebruiken? Nee, ze kunnen ook nooit meer terug. Hier, deze olifant. Een olifant zo groot, zo mooi, zo machtig, met die grote slagtanden, staat daar in een ruimtetje, nou ja, zo groot als, ietsje groter dan deze tafel. Die staat daar gewoon de hele dag aan een kettingje van 35 centimeter. En er komen alleen maar toeristen die met de olifant op de foto willen. En dan moet hij ze weer optillen. En dan hangen ze aan die slagtanden. En dan is het prachtig. En hup, fotootjes, fotootjes, fotootjes. Ik weet niet wat het is wat wij mensen dan hebben. Want dan hebben we toch iets van, kijk eens, wij met zo'n machtig dier. Kijk, daar gaat er eentje. Heb je die beelden zelf gemaakt? Ja, dit was nou zelf gemaakt. Daar zit een cameraman die mee was, Tommy. Maar hier was ik bij, ja. Maar alleen om te observeren, want je kan daar natuurlijk niet... Ik heb met die meneer die daar bij die olifant staat, met zijn haak en zijn stokje... Echt een vrolijke Frans. Gevrolijke Frans. Ja, ik heb gevraagd, god, hoe oud is die olifant? Kent u hem al zo lang? Ja, 35 years. Hè? En dan is hij ook nog trots dat het zijn dier is, tenminste, zijn broodwinning. Het is gruwelijk.